We zeggen het allemaal wel eens. Je leeft maar één keer. Dan moeten we er ook van profiteren. Dan moeten we er toch alles uithalen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar niemand is zeker dat die manier ook echt de beste is. Niemand wil achteraf spijt hebben dat hij er niet alles heeft uitgehaald. Wat als God bestaat? Wat als God het beste met mij voor heeft? Wat als God de weg is... ...om het maximale uit mijn leven te halen. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Fijn om ook weer nieuwe gezichten te zien. Welkom bij Livekerk. Mijn naam is Christophe. Mijn liedpaster hier samen met mevrouw Brenda. Geweldig dat, uh, dat jullie bij ons zijn, in ons midden zijn... ...en dat jullie meekomen volgen naar deze serie, hoe haal ik alles uit mijn leven. Ik wil ook iedereen van harte welkom heten die online kijkt of online luistert. Ik wil dat jullie de tijd nemen om ook deze boodschap weer te beluisteren of te bekijken. En geef de mensen die online kijken en luisteren een applaus. We hadden van jullie, we hadden van jullie. We zitten vandaag aan de laatste belofte van de vier tijdloze kernbelofte die we bespreken in deze serie. En volgende week hebben we nog eentje uit deze serie. Maar... Dus deze is niet de laatste boodschap uit deze serie. Het is wel de laatste belofte die we bespreken. En we zijn deze serie begonnen. Hoe haal ik alles uit mijn leven? We zijn begonnen met te zien en te ontdekken dat God beloften heeft voor ons. En dat is opmerkelijk voor elk van ons misschien. En zeker als je niet vertrouwt met de kerk en met God. En als je nog op zoek bent, dan... Hé, hey, wauw, er is een God die van me houdt, er is een God die om me geeft, en er is een God die beloften heeft voor mij. En dan heb ik de afgelopen weken telkens wat van die beloften bekeken. Maar deze beloften zijn essentieel als je vooruit wil in het leven, als je alles uit jouw leven wil halen. En Heel deze beloften zijn verweven doorheen heel de Bijbel eigenlijk. En we vinden ze voor het eerst terug in, uh, in het tweede boek van de Bijbel, in het eerste deel, het Oude Testament, in het boek Exodus. En daar lezen we het volgende en de laatste keer. Allemaal samen kunnen we doen, daarom moet je tegen hen zeggen: ik ben de Heer. Ik zal de last die van de Egypte jullie opleggen van je en allemaal samen afnemen. Ik zal jullie uit je slavernij bestaan. Met opgeven arm zal ik jullie verlossen. Ja, hallo. En de naar zwaar straffen. Ik zal jullie... Ja, ja. Als mijn volk, ik zal jullie God zijn. Afnemen. Ik zal de lasten van jullie afnemen. We hebben gezien dat in die, bij die eerste belofte, dat we leven onder een soort van slavernij. Er is een overheersende invloed waaronder we leven. En die beïnvloedt ons en die maakt dat we als een soort slavernij leven. En we zijn niet helemaal vrij. Ook al denken mensen dat ze vrij zijn, ze zijn niet helemaal vrij... En we zien dat aan alle cijfers die er zijn, als het nu gaat over depressie, burn-out, medicatiegebruik, overmatig alcoholgebruik, mensen zijn niet vrij, omdat er een overheersende invloed is en het is moeilijk en het is lastig. En God wil de last van je afnemen en ik zal je uit je slaven bestaan bevrijden. God wil jou niet alleen uit de slavernij halen, hij wil ook de slavernij uit jou halen. Je leeft niet meer in je verleden, maar het verleden leeft vaak nog in jou. En God wil jou vrijheid geven van jouw verleden. Hij wil jou vrijheid geven van teleurstellingen, ontgoochelingen, pijn, kwetsuren, afwijzing, alles wat eerder gebeurd is. Met opgeefarm zal ik jullie verlossen. Daar hadden we het vorige week over. Verlossen betekent eigenlijk herstel. Ik wil jullie terugbrengen naar het originele doel. Waarom ben ik hier op aarde heeft daarmee te maken? Waarom heeft God mij gemaakt? Ik ben hier niet zomaar om wat ademruimte weg te komen nemen, om een plaatje op te vullen die al overbevolkt is op deze aarde. Nee. Hij heeft een doel met jou en dat doel. Ontdek je in de belofte van herstel. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het is de vierde, het is de laatste tijdloze kernbelofte van God. En daar gaan we dieper op in. Maar voor ik daarmee verder ga en dat uitleg wat dat nu specifiek betekent. Het is onze wens, het is ons verlangen, het is ons gebed. Dat jullie deze vier beloften gaan ontdekken. En het was de wens en het was het gebed. Van ook Paulus die daarover schreef aan de Efeziërs. Hij zei: ik gedenk u mijn gebeden en ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, dus de Vader die alle eer toekomt, u de Geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat u hem echt leert kennen. Want als je God leert kennen, dan kan je vrijkomen van het slavenjuk waaronder je zit. Dan kan je vrijkomen van de overheersende invloed die op jou drukt. En ik vraag Hem uw hart te verlichten. De duisternis die in jouw hart is, dat het licht mag schijnen. Alles wat duister is door je verleden, door de pijnen, door ontgoochelingen, door verkeerde denken, verkeerde dingen die je misschien gedaan hebt. Dat er licht komt in jouw hart. Dan zult u zien wat u mag verwachten nu Hij u geroepen heeft. Ja, God heeft een roeping voor jou. God heeft jou geroepen voor iets. En u zult begrijpen hoe rijk een grootse erfenis is, die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren. Je mag toebehoren tot een groter geheel. Je mag deel gaan uitmaken van een groter geheel. En hoe alles overtreffend zijn macht is in ons die geloven. Dat gaan we ontdekken als je die vier beloften... Als je die vier zaken in praktijk gaat vervuld zien worden, realiteit ziet worden, dan ga je merken, ervaren hoe alles overtreffend zijn macht is in ons die geloven. Met andere woorden, er zijn vier grote kernbeloften voor jou en voor mij, voor iedereen. Of dat je nu op zoek bent naar God, of dat je God al twintig jaar kent, hij heeft vier beloften voor jou, en die zijn zo essentieel dat we heel onze kerk rond die vier beloften hebben gebouwd. De belofte van redding is de eerste belofte. Wij noemen dat ken God, want als je God leert kennen, dat is de basis. Daar start het allemaal. Je moet eerst God leren kennen, want anders hebben die andere beloften niet veel zin. En de beste manier om God te leren kennen is door onze zondagsdiensten. We proberen onze diensten zo in te richten dat je mensen kan meebrengen, dat je buren kan meebrengen, vrienden, collega's, familieleden, medestudenten dat ze kunnen ontdekken in de zondagdienst wie God is en wat hij voor hun kan betekenen. De tweede is de belofte van vrijheid. Die noemen wij vinden vrijheid. Het is onze wens, ons gebed dat je vrijheid vindt in jouw leven. De beste plek daarvoor zijn de connectgroepen. We hebben ongeveer een zevental connectgroepen die in de week samenkomen. En waar ze samen het leven delen en samen door het leven stappen. En als je nog geen connectgroep hebt, wil ik jou echt aanmoedigen en aanraden om je aan te sluiten bij een van onze connectgroepen. Je gaat naar de website livekerk.be-connectgroepen en je vindt meer informatie. De belofte van herstel, ontdek je doel, noemen we dat. Het is belangrijk dat je je doel ontdekt. En God heeft jou gemaakt met specifieke gaven, met passies, met een aanleg, met talenten, met persoonlijkheid. Er zijn dingen gebeurd in jouw leven, dus je hebt bepaalde ervaringen. En die ontdek je in de next steps. En vorige week hadden we de eerste sessie van Next Steps. Volgende week hebben we de volgende stap. En ja, sluit je zeker aan bij de next steps. Vul in op het antwoordkaartje dat je gekregen hebt. Als je meer wil weten, duid aan dat je next steps wil volgen. En dan hebben we de belofte van voldoening, daar gaan we het vandaag over hebben. De belofte van voldoening. En wij noemen het maak het verschil. Want het is door het verschil te maken in de levens van anderen dat we echte voldoening vinden. En dat doen we in de Dream Teams. We hebben verschillende Dream Teams, ongeveer een tiental denk ik. En hey, drie vierden van de mensen van onze kerk zetten zich één in een van deze teams. Het is geweldig dat mensen niet komen om zomaar een zeteltje warm te houden, maar ze het verschil willen maken in de levens van anderen. En dat is zo mooi, dat is zo mooi. Maar de grote vraag is: waarom de belofte van voldoening? Waarom is de belofte van voldoening daar? Want oké, okay, ik snap dat ik gered moet worden, ik snap dat ik vrijheid moet hebben in mijn leven. Het is fijn om je doel te ontdekken. Maar waarom de belofte van voldoening? En daarvoor ga ik terug naar een tekst die we al eerder bespraken in deze serie, Johannes 10, vers 10, waar Jezus het volgende zegt. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik, Jezus, ben gekomen om u het leven te geven in al zijn volheid. In al zijn volheid. Jezus heeft altijd een verlangen gehad, de wens gehad, de bedoeling gehad om jou leven te geven in al zijn volheid, met vervulling. Met voldoening. Niet zomaar een beetje rondlopen doel als hier op deze aarde. Oei, kijk wat ik nu toch gecreëerd heb en geschapen heb. Nee, hij heeft jou gemaakt met een doel. Hij wil jou leven geven en met voldoening kan leven. Zoveel mensen, jammer genoeg, zoveel mensen leven onder de standaard die God voor hen heeft. Ook mensen die al jaren gelovig zijn. En zoveel mensen hebben zich tevreden gesteld met het huidige leven. Ja, het gaat niet beter worden dan dit. Het is zo. Ja, dat is het leven, man. Ja, dat is zo. Hè, ja. Moet pakken zoals het komt, hè, jong. Ja, hè. Je kent dat. Hè. Of zagen en klagen. Oh, die politiekers en die ondernemers. Of die vakbonden. Of die proffen. Of weet ik veel wat. Zagen en klagen. En we geraken niet vooruit. Maar Jezus is gekomen om ja, het leven te geven in al zijn volheid. Hij wil dat je voldoening vindt in jouw leven. Hij wil dat je vooruitgang vindt, dat je vervulling vindt in jouw leven. En dat is, zo belangrijk. dat is zo belangrijk. En ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we nooit tot dat leven komen. En ik heb vier dingen meegebracht. En de eerste is, we laten ons beperken door ons godsbeeld. We laten ons beperken door ons godsbeeld. En ik denk dat dat geldt voor zowel mensen die totaal God nog niet kennen. Maar ook mensen die al wat langer onderweg zijn met God, misschien. We laten ons beperken door ons Godsbeeld. In Galaten 1 schrijft Paulus: Het verbaast mij dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, een ander evangelie, iets gelooft dat geen evangelie is dat helemaal geen evangelie is. Voilà, hij zegt het ook. Dat helemaal geen evangelie is. U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen. Je ouders misschien, de media, vrienden, de wereld rondom jou, je opvoeding. Je bent door de wijs gebracht door bepaalde personen... die een verkeerd, beeld, een verkeerd beeld van Christus geven. Die een verkeerd beeld van Christus geven. Zoveel mensen verwerpen iets... Dat ze niet kennen. Zoveel mensen verwerpen een God die ze eigenlijk niet kennen. Veel mensen verwerpen Jezus, veel mensen verwerpen God, omwille van negatieve ervaringen, omwille van, van het beeld dat ze hebben van de kerk, over het beeld dat ze hebben over wie ze denken dat God is. En ze verwerpen wat ze denken dat God is en het is totaal niet bijbels wat ze denken over God. En veel mensen verwerpen God in het geloof en ze hebben nog nooit één letter in de Bijbel gelezen. En zoveel mensen verwerpen God in het geloof en ze hebben nog nooit één voet in een levengevende kerk gezet. En ik ben ervan overtuigd, als mensen zouden weten wie God echt is, en wat God voor hen in petto heeft, en dat hij van hen houdt, en het beste met hen voor heeft, en wil als zij volheid hebben, een voldoening, en vervulling, dat ze zouden denken, hé, hey, wat moet ik doen? Waar moet ik zijn? Vertel het mij. Maar het is omdat ze een verdraaid, een verkeerd beeld hebben van wie God is. En wat het geloof is en wat de kerk is, dat ze het afwijzen. En daarom leven ze onder de standaard. En daarom zeggen ze, ach ja, het is wat het is, het leven is wat het is, Je moet het pakken zoals het komt, zagen en klagen. Omdat ze iets afwijzen en een God afwijzen, dat ze eigenlijk totaal niet kennen. Als ze een verkeerd beeld hebben, hoe tragisch is het? Dat mensen geen voet in de kerk zetten. Dat mensen God afwijzen omdat ze een verkeerd beeld hebben over wie God is. Omdat ze God totaal niet kennen. En Jezus wil iedereen het leven geven in al zijn volheid. Dat is zijn wens. Dat is onze wens. En dat is wat we wensen voor, voor deze stad en voor het land en voor heel deze wereld: dat mensen ontdekken wie God echt is. En ze in relatie kunnen treden met de levende God. Maar zelfs als je al jaren christen bent, dan denk je misschien, is dat echt wel waar? Is dat echt zo dat God het beste mij voor heeft? Is dat echt zo dat, dat Jezus mij leven wil geven in al zijn volheid en mijn vervulling en mijn voldoening? Want ik heb het nooit gevonden, ik voel het niet, ik ervaar het niet, ik heb het niet. Is het wel, is het wel echt waar? En kan dit wel? Is, niet, is niet het niet een God van lijden? Moeten we niet lijden als we christen zijn? Moeten we niet onder zwaar dingen gebukt zijn? Moet het niet moeilijk zijn als Christen? Waarom wil God dat we met voldoening leven? Waarom zou God willen dat het goed gaat met ons? Ik denk dat iemand die het beste het verwoorden was, was John Piper, theoloog en een schrijver. en Hij schreef: God wordt volkomen verheerlijkt in ons als wij volkomen voldoening vinden in Hem. In Hem, mensen. Niet in spullen, niet in de afwezigheid van problemen, niet in uh, carrière, niet in seksualiteit, niet in schoonheid, niet in liefde, in hem. Het is met andere woorden geen welvaartsevangelie. Daar gaat het niet over, maar het gaat erover dat we voldoening vinden in hem. Want als wij voldoening vinden in hem. Dan wordt Hij het meest verheerlijkt, het meest maximaal verheerlijkt dat mogelijk is. En daarom wil God dat we met vervulling en met voldoening leven, dat we met passie leven, dat we met blijdschap leven. Maar vaak ervaren we het niet, omdat we een verdraaid en een verkeerd Godsbeeld hebben. Een tweede aspect is: we laten onze identiteit bepalen door onze maatschappij. Het ene vloeit uit het andere voort omdat we niet geloven dat God wil dat we voldoening hebben, omdat we niet kunnen geloven dat er een God is die goed is voor ons, die het beste met ons voor heeft, die wil dat, dat wij vervulling vinden, een volheid en voldoening, gaan we het ergens anders zoeken. En we gaan het zoeken daar waar al de anderen het gaan zoeken in de maatschappij. We laten onze identiteit bepalen door onze maatschappij. Wat verder in Galate 1 schrijft: hij, probeer ik bij mensen in de gunst te komen. Probeer ik op zoek te gaan naar schouderklopjes. Of naar een duim van hé, hey, goed gedaan. Gij is een kerel, Gij bent de meisje, jong. Wow, jij is een meisje Wauw, wat jij. Zo'n carrière. Oh, Zo'n Chickenotto, jij zit een man, jij zit een patser, jong. Probeer ik bij mensen in de gunst te komen. Praat ik iedereen naar de mond. Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. En daar gaat het over in deze belofte, de belofte van voldoening, het gaat over dienen, het gaat over het verschil maken in anderen hun leven. En dat is wat we ontdekken in de belofte drie, de belofte van herstel, hoe ik een diener kan worden, maar probeer ik bij mensen in de gunst te komen. Als ons leven een film zal zijn en wij zijn de acteurs, dan volgen wij allemaal vaak het verkeerde scenario. En dat scenario kan voor iedereen anders zijn. Voor de een is dat het scenario van, van carrière, of het scenario van veel geld te verdienen, het scenario van, van aantrekkelijk en sexy eruit te zien, het scenario van weet ik veel wat allemaal. Wat is jouw scenario? Welk scenario loop je achterna? Waarom doe je de dingen die je doet? En is het het waard? Is het het waard de dingen te doen die je doet? Voor wie doe je het? Voor jezelf? Voor de ander? Waar zoek je voldoening? En vaak zoeken we het door al die dingen die de maatschappij ons opdringt. Die zegt van als je dat hebt en dat bent, dan ben je iemand. En we zoeken daar onze identiteit. En zoeken we nooit tot de volledige voldoening, vervulling en volheid die Jezus voor ons belooft. En derde is, we laten ons beperken door ons verleden. We laten ons beperken door ons verleden. Mijn schuld steekt hoog boven mij uit als een zware last. Te zwaar om te dragen. Ik loop gebogen, diep gebukt. Ik ga in het zwart gehuld dag in dag uit. Velen van ons kruisen door het leven en ze kijken constant in de achteruitkijkspiegel naar hun verleden, terwijl de toekomst voor hen ligt. Maar we zijn zo gefocust op wat ons overkomen is. We zijn zo gefocust op onze schuld, op onze schaamte, op onze pijn, op onze teleurstelling, op onze afwijzing, op onze gekwetstheid, op wat we gedaan hebben of niet gedaan hebben, wat we gehoopt hadden te doen wat we niet gedaan hebben, onze ontgoochelingen. En we blijven maar kijken in het verleden. Maar als je je verleden niet achterlaat, dan wordt het je toekomst. En daarom is het zo belangrijk om vrijheid te vinden. En daarom is het zo belangrijk om die tweede stap, de tweede belofte te vinden: vind vrijheid. Om je aan te sluiten bij een connectgroep en levensverandering te vinden in de context van relaties. Nieuwe principes te leren en, en met mensen om te gaan die jou kunnen helpen, die er voor jou zijn. Die zeggen: Ik heb het ook gehad, ik ben er doorgeraakt, geraakt. Laat me jou helpen, laat me voor je bieden. We zijn er voor je, we steunen voor je, we weten wat het is, we voelen jouw pijn. En zoveel van ons lopen rond met die rugzak, met die last, met die bagage. En daarom komen we nooit tot een volledige ontplooiing, tot een volledige voldoening, vervulling en volheid. In ons leven en dan de laatste is we beperken ons door het allemaal alleen te doen. We beperken ons door het allemaal alleen te doen. En waarom willen we het alleen doen? Is dat niet omdat we het allemaal eens geprobeerd hebben met mensen? het allemaal moeilijk en ingewikkeld vinden als we het met mensen doen? En daarom doen we het eigenlijk allemaal alleen op de duur. We hebben het geprobeerd met mensen. Maar het is gewoon heel moeilijk en gecompliceerd om met mensen dingen samen te doen, in relaties of samen te werken. En daarom zeggen we laat maar, ik zal het wel alleen doen. En dat is het plan van de tegenstander. Dat is het plan van de duivel die het niet liever heeft. En dat je dan jouw moeilijkheden op jouw pad stuurt sturen in relaties met mensen, in samenwerking met mensen. Dat je teleurgesteld raakt in mensen, dat je ontgoocheld raakt in mensen, dat je gekwetst raakt door mensen. Dat is zijn plan. Dat is zijn plan. Omdat je uiteindelijk zou denken, weet je wat? Laat maar. Ik doe het wel op mijn eentje. En op den duur raak je negatief en je ziet het slechte in de ander. Je vertrouwt niemand. Je raakt achterdochtig. Je wil niet meer investeren in relaties. Omdat je denkt, wat is het allemaal waard? Waarom zou ik het allemaal doen? Het is allemaal kommer en kwel en pijn. En we doen het allemaal alleen. Maar zo gaan we nooit vervulling en voldoening vinden. Prediker schrijft, iemand was helemaal alleen. Hij had geen kinderen, zelfs geen familie, en toch hield hij niet op te zoeken en te tobben. Nooit tevreden over zijn rijkdom. Hij was helemaal alleen en nooit tevreden. Helemaal alleen, nooit tevreden. En dat is waarom het zo belangrijk is dat de belofte, de vierde belofte, de belofte van voldoening, snapt. Het is deel uitmaken van een groter geheel. Deel uitmaken van een grotere groep waar je samen het verschil mee kan maken, want dat gaat echte voldoening geven. Je kan het niet alleen. Heel de Bijbel door zien we dat het nooit is op je eentje of solo. Het is altijd kudde, familie, koninkrijk, gemeente, gezin, kerk. Het is altijd samen met andere mensen. Het is de enige manier om ware voldoening te vinden in jouw leven. De vraag is dan: hoe vind ik voldoening? Ik snap nu waarom ik ze nu niet heb. Want waarschijnlijk één van deze vier of alle vier of één van deze vier of meerdere van de vier gelden voor mij. Oké. Okay. Maar hoe vind ik dan voldoening? En wat betekent dan deze belofte van voldoening? Dat we lezen? Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik zal jullie God zijn. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Met andere woorden. Ik laat jullie deel uitmaken van een groter geheel. Ik neem je en ik plaats je tussen een groep mensen, tussen een familie, tussen vrienden, tussen een team, tussen een kerk. Waar je kan ontdekken wie je bent en wat jouw doel is. Als je een hand en je legt dat ergens op sterk water, dan weet je totaal niet waar het voor dient. Maar de hand heeft zin omdat dat aan een arm hangt en dat arm aan het lichaam hangt. En zo is het met ons. Alleen vinden we ons doel nooit. Het is pas als we ons plaatsen in een groep, in een familie, in vrienden, in een team, in de kerk, die samen het verschil wil maken in een stad en in een land, dat we ons ware doel kunnen komen. En dan zegt hij: en ik zal jullie God zijn. En dan kom ik bij jou. En dan ga ik een partnership aan met jou. Dan doen we het samen. Dan ga ik jou helpen. Om je helemaal te ontplooien. Dan ga ik jou helpen om jouw doel niet alleen te ontdekken, maar ook te kunnen ontwikkelen en te kunnen inzetten om het verschil te maken in de levens van anderen. En dat is de, de dubbele dingen die je nodig hebt. Het is mijn volk en jullie God. Je hebt andere mensen nodig en je hebt God nodig om samen het verschil te kunnen maken in de levens van anderen. En dat zal de ultieme voldoening geven in jouw leven en in mijn leven. En weet je, het is altijd mooi. Als, uh, er is een groot spanningsveld tussen wetenschap en, en geloof, vaak. Maar het is altijd mooi als wetenschap dingen bewijst die de Bijbel al 2000 jaar geleden zei. En een van deze zaken is de bekende psycholoog Abraham Maslow. Abraham Maslow was een atheïst, was een godhater, maar had een theorie over, over de hiërarchie van behoeften. En sommigen hebben het misschien ooit op school gezien of op de universiteit gezien: de hiërarchiebehoeften van, van Maslow. En de, er is een soort. Gradatie die je moet hebben voor je naar de volgende behoefte wil vervuld zien. En de eerste behoefte is de lichamelijke behoefte. is de behoefte van, van voeding: je hebt drank nodig, je hebt eten nodig, je hebt adem nodig. Als je niet kan ademen, dan zal je sterven. Als je geen zuurstof hebt, dan sterf je gewoon. Je hebt slaap nodig, als je niet genoeg slaap hebt, ik weet niet, ik denk dat het... je kan maximaal zeven dagen zonder slaap of zo, dan sterf je gewoon. Dus je hebt lichamelijke behoeften. Al de rest kan je totaal niet schelen. Ik bedoel, al de andere zaken kun je totaal niet schelen als deze niet zijn ingevuld. Het is lichamelijke behoeften komen op de eerste plaats. Je hebt voeding nodig, je hebt slurs nodig, je hebt, je hebt goede gezondheid nodig. Het tweede is veiligheid. Je wil je veilig voelen. Een dak boven je hoofd, uh, stabiliteit, uh, geen oorlog. Je hebt, je hebt veiligheid nodig. Dat is de tweede behoefte. De derde behoefte is de behoefte van liefde. Als deze twee ingevuld wordt, dan wil je liefde, dan wil je relaties, je wil een partner, je wilt vrienden, je wil familie, je wil mensen rondom jou heen. Je hebt de je hebt liefdebehoefte. De vierde is de behoefte van waardering. Als je deze drie hebt, dan vind heb je het, vindt het belangrijk en dan ben je op zoek naar complimentjes en eer. En je hebt dat goed gedaan. En vuisje en, en tof. En jij bent mooi en jij bent slim en je hebt dat goed gedaan. Je hebt waardering en complimenten nodig. En deze vier noemt hij de tekortbehoefte. Deze vier gaan we altijd naar op zoek, omdat we altijd een tekort hebben. En als we deze niet ingevuld zien, dan, dan, dan komen er negatieve gevolgen. En daarom zijn het tekortbehoeften. En als we deze vier hebben ingevuld, dan komen we bij zelfrealisatie of zelfactualisatie. En dat betekent, ik kom nu tot mijn volledige ontplooiing. Dit is de groeibehoefte. De eerste vier heb ik sowieso nodig om te kunnen functioneren. Maar dan om een volledig maximaal potentieel te kunnen bereiken, zelfrealisatie, dat is tot volledige ontplooiing komen. Helemaal door, ja, waar ik voor gemaakt ben, dat helemaal tot ontplooiing te kunnen zien komen, volledig kunnen ontwikkelen en, en kunnen realiseren wie ik ben. En heel lang heeft hij gedacht dat dit het was. Maar als een goede onderzoeker, hij bleef mensen analyseren, hij bleef naar mensen kijken en hij ontdekte dat zelfs daar mensen nog steeds behoefte hadden. Ze waren nog steeds niet voldaan. Ze zochten nog steeds naar iets extra's. Het verklaart waarom iemand als Michael Phelps 23 gouden Olympische medailles gewonnen zegt van: "Is dit het nu? Er moet toch nog iets zijn. Ik heb geld op de bankrekening, ik heb een goed huwelijk, ik ben succesvol, ik ben de beste zwemmer aller tijden en ik ben er nog niet." En helemaal op het einde van zijn leven voerde Abraham Maslow nog een niveau toe. En dat is vaak niet gekend, want vaak beperkt het tot deze vijf. Maar hij heeft nog een niveau toegevoegd, helemaal op het einde van zijn leven. Dat is de transcendente behoefte. Dat is een heel dure, moeilijk woord. Het betekent iets wat buiten jou zelf omgaat. In de transcendente behoefte gaat het niet meer om mijn volledige potentieel te bereiken. In de transcendente behoefte ga ik nu mijn volledige potentieel inzetten voor de ander. Het gaat boven mij uit. Het gaat Rondom mij uit. Of hoe zeg je dat? Het is transcendent. Het, heeft, het gaat verder dan mezelf. Ik wil mij volledig ontplooien. Ik wil me volledig inzetten voor de ander. Om iets na te laten. Om betekenisvol te zijn. Om een impact te hebben op een maatschappij. Op een leven. Op iets. Het is een transcendente behoefte. Het is dit. Het is dit wat de vierde belofte is: de belofte van voldoening. De belofte van het verschil te maken in andere mensen. In leven. Met andere woorden, ik ben blij dat een atheïst en een god godhaat bevestigt wat de Bijbel 2000 jaar geleden al zei. De ultieme voldoening vind je door je in te zetten en het verschil te maken in de levens van anderen. De vraag is, wat heb ik daarvoor nodig en wat betekent dat in praktijk? Eer, het begint met een roeping. Het begint met een roeping. Als afsluiting van deze boodschap wil ik jou nog snel drie punten meegeven die belangrijk zijn voor elk van ons. Het begint. Met een roeping. 2 Timootjes 1.9. Hij heeft ons gered en ons geroepen. Hij heeft ons gered en ons geroepen. En vele mensen blijven hangen bij. Hij heeft ons gered. Jee. <laughs> ik ben gered, ik mag naar de hemel. Jee. Maar Hij heeft ons gered. En, zeg je tegen uw buurman, geroepen. Geroepen. Ja, zeg maar, ja, ik heb geen buurman, geroepen. Hij heeft ons gered, Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geroepen met andere woorden, ik wil het verschil maken. Ik wil het verschil maken. Ik wil het verschil maken, want ik ben geroepen. En omdat ik geroepen ben, wil ik het verschil maken. En dat is zo belangrijk om te snappen, want als je dient, als het in deze kerk is dat je wil dienen. Maar ook in een andere kerk dienen als dat jou thuis is als je op bezoek bent, het hoeft niet deze kerk te zijn. Maar als je dient in de kerk, als je dient in deze kerk, doe, doe het niet voor mij. Doe het niet voor Brenda, doe het niet voor je teamleader. Doe het niet uit angst, doe het niet uit discipline, doe het niet om de kerk succesvol te maken. Doe het omdat je een roeping hebt. Doe het omdat je het verschil wil maken in de levens van anderen. Je dient omdat je geroepen bent. Je dient om het verschil te maken. Je dient omdat het een vorm is van aanbidding aan God. A.W. W. Tozer die schreef ooit, als jouw leven geen aanbidding is, dan heeft de aanbidding met jouw mond ook geen zin. En een van de manieren om aanbidding te geven aan God is door wat we doen. Door het dienen. Zoals Lars vorige week zei, we dienen God door anderen. Te dienen. Het is een vorm van aanbidding. Je dient omdat je het verschil wil maken in andere mensen hun leven. En ik kan niet beloven dat het altijd fun gaat zijn. Ik kan niet beloven dat het altijd leuk gaat zijn. Er zullen moeilijke momenten zijn, ook in jouw roeping. Maar als je geen passie meer hebt en als het een last wordt eerder dan een lust. Als je het gaat bekijken als een taak eerder dan het verschil gaan maken in de levens van anderen. Als je het niet meer gaat zien als dit is mijn ware aanbidding aan God. Dan moet je eens even... ...voor de spiegel gaan staan. En dan moet je even gaan nadenken... ...waarom doe ik nog wat ik doe? Je reden en je motivatie zijn zo belangrijk. Want weet je, als je je waarom vergeet... ...verlies je de weg. Als je het waarom vergeet... ...waarom je dingen doet die je doet... ...dan verlies je je weg. En dan vind je nooit de ultieme voldoening. Dan vind je nooit de volheid. Dan vind je nooit de vervulling. En datgene... Wat Jezus voor jou wenst. Het gaat niet over een taakje doen. Het gaat over het dienen van God en anderen dienen. Het verschil maken in de levens van anderen. Omdat ik geroepen ben. Ik ben gered en ik ben geroepen. En het tweede punt dat belangrijk is. Het is gefundeerd op een doel. Het is gefundeerd op een doel. Ik ben geroepen en ik heb een doel. Paulus zegt, ik geef niets om mijn eigen leven, ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken. Alles kan me niks schelen als ik mijn doel maar kan bereiken en de opdracht die de Heer Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Met andere woorden, ik wil iets doen dat het verschil maakt. Ik heb een roeping. Ik wil iets doen. En wat ga ik doen? Iets doen dat het verschil maakt. Ik wil iets doen dat het verschil maakt. Ik wil iets doen dat een impact heeft. Ik wil iets doen dat eeuwigheidswaarde heeft. Ik wil iets doen dat werkelijk het verschil maakt. Jouw doel is niet om op je gitaar te tokkelen. Jouw doel is niet om een preek te filmen. Jouw doel is niet om weet ik veel wat te doen, om de kinderen bezigheidstherapie te geven. Nee, 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 nee. Daar... Gaat het niet over. Je doel is om het verschil te maken. En al te vaak verliezen we dat uit het oog. En al te vaak raken we gefocust op de taak. En missen we het doel. Kijk, de taak kan zijn, ik ga zandzakjes vullen. Maar het doel is, ik ga de stad redden van de overstroming. Zandzakjes vullen is een heel banaal ding. Ik, denk, oh, ik moet zandzakjes vullen. Maar het wordt heel veel... Interessanter als je zegt van ik ga de stad redden van overstroming. En zo is het met elk van ons. Het gaat niet over bezigheidstherapie te geven aan de kinderen, ja, gaan een beetje op de kinderen letten. Nee, je maakt het verschil in de levens van de kinderen. Je brengt die kinderen dichter bij God. En daardoor maak ik het verschil in dat gezin, maak ik het verschil in de levens van die ouders. Die kinderen gaan op een gegeven moment later misschien de beslissing nemen om Jezus te volgen omdat ze door jou les hebben gekregen in de zondagschool. De kinderen van die kinderen komen misschien tot geloof, omdat die kinderen kunnen nog volgen, tot geloof zijn gekomen, omdat iemand en ooit bij Life Kids les heeft gegeven en een getuigenis was en een voorbeeld was. Je maakt een impact, je maakt een verschil in verschillende generaties. Het is niet om maar zomaar dat je daar staat te filmen of dat je de preek zit te editen. Nee, het gaat erover dat als er niet gefilmd wordt en iemand doet een montage van de preek, dan kan die niet online komen. Als die niet online kan komen, dan kan niemand het googelen als die een bepaald onderwerp zoekt. Als die het niet googelt, dan kan die de video niet zien. Als die de video niet ziet, kan die niet dichter bij God komen. Als die niet dichter bij God kan komen, kan die Jezus niet volgen en kan die niet een impact hebben voor heel zijn leven. Het is niet zomaar filmen. Je brengt mensen dichter bij God. Je kan een impact hebben. Door te filmen kan je ervoor zorgen, door de preek te editen kan je ervoor zorgen dat mensen ooit uiteindelijk, misschien komen ze zelfs nooit in deze kerk terecht, maar ontdekken ze Jezus. Ontdekken ze de boodschap van het goede nieuws van God. En gaan ze misschien bij hen in de buurt naar een kerk op basis van dat jij ooit gefilmd hebt en de preek geëdit hebt. En dat is de impact die je hebt. Het is niet zomaar wat, wat pakketjes afgeven in de stad voor Serve Life. Nee, je maakt een impact op het leven van iemand. En ook al gelooft hij op dat moment niet, maakt niet uit. Misschien binnen vijf jaar komt hij weer christenen tegen in een andere stad, in een ander land. En zegt hij, nu ga ik mijn leven aan Jezus geven. En die heeft niet vergeten, de liefde die we ooit getoond hebben, vijf jaar terug, tien jaar terug, door een voedselpakket te geven aan die persoon die het toen nodig had. Het gaat hem niet over de taak. Het gaat hem over het doel. En het doel is het verschil maken in andere mensen, hun leven. En het derde is, het gaat van mij. Naar wij. Het gaat van mij naar wij. Prediker 4.9 zegt, je kunt maar beter met zijn tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. Team. Together everyone achieves more. Samen bereik je meer dan in je eentje. En dat is zo belangrijk. En dat is de essentie. Dat is de essentie van heel. De belofte dat we het samen doen. Het is het grootste voorrecht dat je kan hebben. Het grootste voorrecht dat je kan hebben is samen met anderen die het verschil willen maken iets te doen. Ik wil iets doen omdat ik geroepen ben. Ik doe iets dat het verschil maakt, want dat is mijn doel. En ik wil het samen met anderen doen. Het grootste voorrecht dat je kan hebben is om je clubje te vinden, je teamje te vinden, je kerkje te vinden. Je buddies te vinden, je sisters te vinden, waarmee je samen het verschil kan maken in de levens van anderen. En dat, lieve mensen, brengt de ultieme voldoening voor jouw leven en voor mijn leven. Dat brengt de volheid, dat brengt de vervulling, dat brengt de voldoening in elk van ons leven. Ik wil afsluiten met, met nog één tekst: Jezus in Johannes 15 door veel vrucht te dragen, door veel impact te hebben, door veel het verschil te maken, door iets te doen in de levens van anderen, door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen. Leerlingen, niet leerling. Leerlingen te zijn. We doen het samen. We hebben impact en we doen het samen. En daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn vader is. Het brengt eer en aanbidding aan God. Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in jullie zal zijn en jullie zullen grote blijdschap ervaren. Ben je op zoek naar blijdschap? Ben je op zoek naar voldoening? Ben je op zoek naar vervulling? Dit is de weg. Dit is de weg. Misschien heb je geen blijdschap op het moment en misschien verlang je naar blijdschap. Misschien heb je geen voldoening, heb je geen vervulling. Voelt het leven niet aan als in al zijn volheid? Deze belofte, de laatste, de vierde belofte, brengt jou naar een leven met voldoening. De weg naar een leven met voldoening gaat over het pad van het verschil te maken. Vind je roeping, vind je roeping. Je kan je doel ontdekken via onze Next Steps. Hou je doel voor ogen. Bekijk niet de taak, maar bekijk de impact die je hebt. Bekijk de impact die je hebt op zoveel mensenlevens. Die je kan hebben. De mensen rondom jou, de mensen in de stad, de mensen in het land. En tot de uiteinde van de wereld. Kan jij jij, 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 jij kan je een impact hebben voor die mensen. En doe het samen met anderen. Sluit je aan bij een team van mensen. Sluit je aan bij een kerk. Deze of een ander. Maakt niet uit. Sluit je aan bij een team van mensen die zeggen: wij willen het verschil maken. Wij gaan het verschil maken. Want het gaat niet om ons. Het gaat om hen. We doen het voor de mensen. We doen het voor de mensen die niet gelovig zijn. We doen het voor de andere christenen. We doen het voor andere kerken. We doen het voor anderen. Want wij willen het verschil maken. Want dan weten we dat we een ware voldoening zullen vinden. En het eer en glorie brengt aan God. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een goede vader bent. Een goede God. Dank u, Jezus, dat u gekomen bent om ons het leven te geven in al zijn volheid een leven met vervulling. Een leven met voldoening. Dank u voor al die beloften. Dank u voor die meer dan vijfduizend beloften uit uw woord. En dank u dat ze allemaal ergens terug te brengen zijn tot deze vier mooie kernbeloften. Dank u voor de belofte van voldoening. Dat het leven niet alleen maar lijden hoeft te zijn, maar dat u werkelijk wenst dat wij een leven met voldoening leiden. Vader, we zijn u dankbaar voor alles wat in uw woord staat, al uw wijsheid, al uw inzichten. Vader, dank u wel omdat u mensen rondom ons plaatst waarmee we samen het verschil kunnen maken. Dank u omdat u ons een roeping hebt gegeven, omdat u ons talenten hebt gegeven en passies en ervaringen en een aanleg en een persoonlijkheid, omdat we samen met anderen het verschil kunnen maken in de levens van anderen. Dank u dat mijn leven een doel heeft. Dank u dat ik niet doelloos moet rondleven, maar dat ik het verschil kan maken in de levens van anderen met datgene wat u gemaakt hebt. En Vader, ik bid u. Dat u ons helpt, ieder van ons, om ons doel te ontdekken, om onze roeping te vinden, ons doel te ontdekken. En dat u ons samenbrengt met andere mensen, opdat we werkelijk het verschil kunnen maken in de levens van anderen. Tot zegen van hen, tot zegen van u, tot aanbidding van u, tot zegen van een koninkrijk, tot groei van uw koninkrijk. Vader, help ons en leid ons door uw Heilige Geest. Geef ons de moed om de beslissingen te nemen. Geef ons de kracht om het te doen. Heren, help ons om het samen met U te doen. Wees een, een partner bij ons. U bent de helper, u bent onze trooster, onze vriend. Leid ons door uw heilige geest. Dank u wel, heren. We prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.